naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Het Woord van het Leven. De vers van vandaag komt uit het Oude Testament, uit het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 18, vers 6. Jeremia 18, 6. En in die vers staat: zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand. Zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand. In deze vers vertelt God aan Jeremia dat een pottenbakker eigenlijk alles kan doen met klei als hij dat in zijn hand heeft. Hij kan het vervormen, hij kan het weggooien, hij kan er een pot van maken en als die niet helemaal bevalt, kan hij die weer opnieuw in elkaar zetten. En hij legt dit uit aan Jeremia omdat het volk zich zorgen maakte over van alles op dat moment. Hij legt dat dus uit aan hem en dat is eigenlijk wel een hele mooie gedachte. Want vaak denken wij van onszelf, als ik niet perfect ben, dan ben ik niet goed genoeg voor God. En vaak is dat ook zo in deze echte wereld. In de wereld waarin wij wonen, leren wij dat we niet goed genoeg zijn als we aan bepaalde eisen niet voldoen. Dus als ik geen hoge cijfers haal, dan ben ik geen goede leerling. Als ik mijn werk niet goed doe, dan ben ik geen goede werknemer. En als ik bijvoorbeeld niet goed genoeg naar mijn ouders luister, dan ben ik geen goede zoon of dochter. Vaak denken we dus dat als wij niet voldoen aan die perfectie, aan die hoge eisen, dat we dan ook meteen weggegooid kunnen worden. Als je als een stuk klei bent in de hand van God, als je maakbaar bent, als je zacht bent, dan is het oké dat je niet perfect bent. Vaak leren wij dat we aan perfectie moeten voldoen, dat we perfect moeten zijn om goed genoeg te zijn op deze wereld. Je moet goede cijfers halen om een goede leerling te zijn. Je moet goed je best doen op je werk, anders ben je geen goede werknemer en kunnen je ontslaan. En als je een keer een grote mond hebt thuis, dan ben je meteen een hele slechte zoon of dochter. Dat zijn de eisen die we in deze wereld stellen aan ons mensen. En vaak heb je ook zelf hoge eisen aan jezelf. Ik moet dit en ik moet dat, anders ben ik niet goed genoeg. Anders houden de mensen niet van mij. Anders pas ik er niet bij. Maar wat God eigenlijk zegt is, je hebt genoeg aan mij om weer mooi te worden, om perfect te worden. Je hoeft niet al helemaal af te zijn. Dat betekent wel dat ik daar open voor moet staan. Want als ik al een grote pot ben die al helemaal hard is, dan geef ik God de kans niet om daar nog iets moois van te maken. Dus wat is hier belangrijk? Het is belangrijk dat ik me openstel voor verandering. Dat ik me openstel voor Gods hand in mijn leven. Dat ik me openstel voor alles wat er op mijn pad komt, wat mij maakt wie ik ben. Betekent dat dat als ik koppig ben en als ik niet naar God luister, dat God dan niks meer met mij kan? Nee, dat is het ook niet. In Japan is er een kunstvorm en die heet Kintsugi. En dat is een kunstvorm dat als er een pot of een aardewerkerschaal breekt, dat ze die bij elkaar maken, bij elkaar lijmen met vloeibaar goud. Dus dan heb je eigenlijk een pot met in de barsten gouden stukken. Daar is die pot eigenlijk alleen maar duurder en mooier van geworden. God kan dat ook met jou doen, maar je moet hem wel die kans geven. Dus ik kan God op twee manieren in mijn leven laten. Als ik me laat kneden, als ik me laat maken tot wat hij me wil maken. Maar als ik een keer een fout heb gemaakt en ik ben verhard in die zonde, dan is dat ook niet erg. God heeft die macht om dat anders te maken, om dat mooier te maken. En daar mag ik niet aan twijfelen. Dus het is niet oké dat je niet perfect bent in je eigen ogen, want je bent al perfect in Gods ogen. En dat is eigenlijk het mooiste geschenk wat we hadden kunnen krijgen van God. Dus wat leren wij hiervan? Wij leren hiervan dat God niet naar jouw perfectie zoekt, maar God zoekt wel dat ene stukje in jou dat wil verbeteren. Dat is jouw eigen wil. Dus hè, om zelf te verbeteren, voor zelfontplooiing heb je zelfreflectie nodig. En dat is wat God zoekt in ons. Dat we leren reflecteren, dat we leren naar onszelf kijken. Ben ik een stuk klei in Gods hand? Misschien niet, misschien wel. Ben ik al een pot die verhard is in de zonde? Misschien wel, misschien niet. Heb ik het ervoor over? Wil ik bij God komen? Dat is het stukje wat God zoekt. Dus God zoekt dat jij bij jezelf naar binnen kan kijken en aan jezelf merkt, ik heb God nodig om mij te vormen naar zijn wil. Ik heb God nodig om van mij iets moois te maken, van mijn klei of van mijn scherven, door daar goud bij te doen en mij te gebruiken voor de glorie van zijn naam. Dus de vers van vandaag, die komt uit Jeremia, hoofdstuk 18, vers 6. En dat is, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand. Tot de volgende keer.